Mijn portfolio heeft zich weer goed hersteld de afgelopen maand. Ik heb ongeveer 12% rendement gehad in ongeveer drie weken tijd. Maar niet alleen mijn portfolio heeft het goed gedaan, eigenlijk de hele beurs. We zien heel veel indexen, heel veel beurzen die weer ja, heel veel herstel hebben laten zien, eigenlijk de laatste maand. De laatste drie weken sinds de vorige video. Dus in deze video wil ik wederom gaan kijken naar hoe heeft mijn portfolio gepresteerd. Wat is daar gebeurd? Wat is er inmiddels in de economie gebeurd? En heeft dat nog impact op de investeringen die we weer gaan doen? Zoals de 250 euro die ik ook vandaag weer ga investeren. Nou, dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een maandelijkse serie. Is dit een video van. Iedere maand ga ik 250 euro investeren in mijn portfolio en probeer ik door zelf aandelen te kiezen ook de markt te verslaan. Dus we gaan natuurlijk kijken hoe doet mijn portfolio het ten opzichte van de markt. En de markt zegt dan dat is een ETF zoals VWCE, eigenlijk is dat VWRL van Vanguard, maar dan met het dividend dat wordt vastgehouden, wordt automatisch geherinvesteerd. En kijken of al die tijd die we erin steken, of we op die manier de markt kunnen verslaan. Nou laten we eerst maar gaan kijken hoe dat in ieder geval dus gaat op dit moment met mijn portfolio. En loggen we dan in op mijn account bij de Giro waar ik dit portfolio heb. Dan zien we dat het account nu ongeveer uh, bijna 4700 euro waard is. We staan nu nog 330 euro in de min. En dat heeft onder andere te maken met de 80 euro die we bijna vandaag in de min staat. Vandaag is weer een wat mindere dag op de beurs. Gaan we kijken naar de posities. Dan zien we eigenlijk best wel wat redelijk herstel. Ook bij sommige posities. Alibaba. Nog 15% in de min. Gaat op zich wel. Applied Materials. Zo'n 5% in de plus. Die staan vandaag een beetje in de min. Want eerder, toen ik deze video voorbereidde, was het bijna 9%. Citigroup. 10% in de min. We hebben nog steeds Coinbase. Die nog ja, iets meer dan gehalveerd is. Corsair doet het slecht. Maar al wel weer iets minder slecht dan eerst. HP nog wel in de plus. Intel een klein beetje in de min. Of zelfs 20% in de min. Heeft de laatste tijd weer een beetje last van dalende koersen. We zien Microsoft nog wel steeds in de plus. Maar ja, dat was ook een positie die ik erg goed had gekocht. En daar heeft het ook veel hoger gestaan. Dus um, op verschillende posities zien we wel wat herstel. En dat zien we misschien niet per se hier. Tenminste, hier zien we de totale positie vanaf het begin dat ik het had. En niet zozeer met de maand geleden, de vorige maand. We hebben natuurlijk ook nog de ETF's hieronder. Maar laten we eerst even gaan kijken naar mijn spreadsheet. Daar zien we het eigenlijk beter. En dan hadden we het de vorige maand in juli zagen we al dat de groene lijn VWRL, oftewel VWCE, eigenlijk nog steeds voor lag. En dat is nu nog steeds zo in augustus. Nog steeds heeft, als ik het op die manier had geïnvesteerd, zou het meer waarde hebben gehad dan zoals ik het nu heb gedaan, op de eigen manier. En het verschil, ook al zijn beide portfolios eigenlijk opgelopen, mijn eigen portfolio dus bijna 12% erbij. Ook de hele markt in het geval van VWRL of VWCE is gestegen. En daardoor is eigenlijk het verschil groter geworden van 360 euro vorige maand naar 450 euro op dit moment. En we zien dat we dan op dit moment zo'n 9,5% is achterlopen door zelf te investeren en niet te kiezen voor die uh, ETF. Dat zien we iets beter als we naar het tabblad gaan hierboven. Um, dan zitten we inmiddels in augustus. Weer 250 euro erbij vandaag. Dat houdt in dat ik in totaal nu 5000 euro heb ingelegd. VWCE vanochtend. Ik weet niet hoe het nu precies is, maar vanochtend. Um, of eigenlijk gisteren is hij gesloten op 102,90 euro. 7,3% meer dan ja, drie weken geleden, bij die vorige video. Toen was het ook al 7% meer dan een maand daarvoor. Dus behoorlijk wat rendement in de laatste bijna twee maanden dat het was. Zou ik twee aandelen van hebben kunnen kopen? En dan zou ik op dit moment bijna 5200 euro hebben gehad. En dat betekent dat ook inmiddels. VWCE of VWRL, in ieder geval die ETF, dat daar nu een positief rendement zou zijn geweest. Dat ik daar nu eind eindelijk meer inleg of meer waarde heb dan dat ik had ingelegd. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb eigen aandelen gekocht. Nou, als we daar gaan kijken, hier zien we eigenlijk alle veranderingen of alle bedragen op dit moment. zien we eigenlijk behoorlijk wat. Ja, veel verbeteringen. Alibaba, dan weer net niet. Die had juist vorige maand al een redelijke. Ja, eigenlijk de maand ervoor zien we wel weer. Was het even 500, nu 450. We zien wel bij Applied Materials wat verbetering. Bij Citigroup, bij Coinbase flinke verbetering. Um, ik wil niet zeggen dat het daar nu dus goed mee gaat. Maar ten opzichte van vorige maand weer een stuk beter. En eigenlijk op heel veel posities zien we een verbetering. Waardoor ik zoals gezegd bijna 12% rendement had in de laatste maand, of de laatste drie weken. Nou, het verschil was dus die 9,4% totdat ik op zelf heb geïnvesteerd. Um, ja, ik zit nog wel net onder die 5000 euro die ik heb geïnvesteerd op ongeveer 250 euro. Nou, we zagen net, vandaag is geen goede dag. 80 euro in de min. Dus dat verklaart die 330 euro. Dus tot nu toe zou ik nog steeds beter zijn geweest om in, in een ETF, een VWRL, VWCE te hebben investeren dan eigen aandelen te kiezen. Um, om twee redenen. De ETF heeft meer rendement en heeft ook inmiddels positief rendement of meer waarde inmiddels dan dat we inleg hadden. En dat is in mijn situatie nog niet zo, maar natuurlijk gaan we naar de lange termijn kijken. Dit is een momentopname. Keuzes die ik nu maak hebben we ooit misschien op de korte termijn. Niet zo uitgepakt als ik zou willen, maar ik geloof er vaak nog wel in voor de lange termijn. Maar voordat ik die investering van deze maand ga doen en aandelen dus ga kopen... wil ik eerst even gaan kijken naar wat nieuws, naar wat cijfers... om een beetje een beeld te krijgen van wat is er eigenlijk die laatste tijd nou gebeurd op de markt, op de beurs. Uh, wat zegt dat over de beurs en hebben we daar misschien iets aan als we dus opnieuw gaan investeren? Nou, als eerst wil ik natuurlijk gaan kijken hoe het gaat met de economie. En er kwam vandaag nog een belangrijk nieuwsbericht naar buiten... ...over hoe eigenlijk de economie het heeft gedaan in het tweede kwartaal van dit jaar. En we lezen hier op de website van de NOS dat de economie groeit sterk. Groeit sterk, ondanks inflatie en een in energiecrisis. We, dat had eigenlijk natuurlijk al niet iedereen had dat gedacht. Als je gaat kijken, het hele nieuws gaat continu over inflatie. Hoge gasprijzen, hoge benzineprijzen misschien nog wel. Al zijn ze nog steeds aan het dalen, nog wel vrij hoog. Dus het is... Voor heel veel mensen was het ook een verrassing dus dat het eigenlijk heel goed gaat met de economie. Dat lezen we hier ook. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal verrassend sterk gegroeid. Het BBP steeg met 2,6% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dat juist in een situatie of in, in tijdens van een energiecrisis, hoge inflatie en afnemend consumentenvertrouwen. En vooral dat is heel belangrijk, denk ik, als consumenten het vertrouwen laag is. Houden ze geld vast, geven ze het niet uit, gaat het meestal niet zo goed met de economie. Het kan zo zijn, dat zeggen ze hier in ieder geval, dat de opheffing van coronamaatregelen juist heeft geholpen in het tweede kwartaal. Heel veel, bijna geen maatregelen zijn er meer. Mensen willen weer op vakantie gaan, hebben eigenlijk hele lange tijd geld opgespaard. Zijn dat nu toch weer uit aan het geven. Vakanties zijn wel duur, boodschappen zijn wel duur. Maar we willen het toch weer uitgeven, ook omdat het gewoon kan. We zijn er gewoon aan toe. Zal het, natuurlijk wel, ja, het zal natuurlijk wel heel belangrijk zijn dat dat natuurlijk de economie heel erg helpt. In dit... Um, grafiekje zien we eigenlijk ook hoe de economie het doet, eigenlijk kwartaal op kwartaal sinds 2000 is dat. We hadden hier de dotcom-crisis, de financiële crisis, de coronacrisis ging natuurlijk hard onderuit. Herstelde natuurlijk. Natuurlijk, als het ene keer heel slecht gaat en het gaat naar de hand iets beter, dan hebben we een grote piek. En op, eindelijk zien we nu wel dat we toch wel ja, best wel goede cijfers eigenlijk hebben dat we vrij snel weer ...weer herstellen wat betreft de economie. En hoe gaat het dan met beleggers? Hoe kijken die naar de economie of naar de beurs? Nou, als we gaan kijken naar CNN... ...die hebben een Fear and Greed Index... ...oftewel angst of juist hebzucht. Uh, dat zien we al vaker bij crypto dat het was... ...maar het is ook zeker in het geval van aandelen wordt dat bijgehouden. En we zien inmiddels dat we weer in een stukje van greed staan... ...oftewel er is gewoon weer hebzucht op de beurs. Uh, dat is lange tijd niet zo geweest. Beleggers zijn heel terughoudend geweest. De inflatie liep op... Um, de rentes werden verhoogd in Amerika. heeft natuurlijk een negatief effect voor aandelen. Aandelen worden minder populair. Um, ja, het hoeft niet per se in aandelen te investeren om een rendement te maken. Dus dat had natuurlijk impact op de koersen van aandelen. Kijk ook naar de timeline. Dan zien we eigenlijk dat we, ja, het gaat in grote pieken. Vorig jaar ging het nog heel goed tot en met november. Dat was een beetje de piek van heel veel ja, populaire aandelen, denk ik. Toen naderhand flink naar beneden. We hebben nog een beetje een opleving gehad nadat de oorlog in Oekraïne eenmaal bezig was. En ook dat hadden we dan weer gehad. Er was in ieder geval geen angst meer voor. En eigenlijk sinds mei, toen hebben we een beetje het dieptepunt bereikt van de laatste tijd. En zien we eigenlijk wel weer dat het met stappen telkens um, ja, best wel de goede kant op gaat. Misschien wel juist te goed, omdat we nu weer echt richting die hebzucht gaan. Dat is nog niet zo heel verkeerd. Maar als het nog maar verder doorstijgt, dan gaan we weer gekke dingen um, gaan er weer gebeuren. Belekkers gaan weer. Ja, heel veel hoop krijgen, misschien wel te veel hoop gaan we straks trouwens ook nog zien. Maar in ieder geval op de beurs gaat het eigenlijk best wel goed, lijkt het zo de laatste tijd. Is misschien ook niet heel gek, want de cijfers van de laatste tijd van het tweede kwartaal, heel veel bedrijven hebben die inmiddels gepresenteerd, waren vaak best goed, over het algemeen best goede cijfers. Ook de Outlook was vaak niet altijd verkeerd. Dus soms waren er natuurlijk bedrijven waar het wel heel slecht ging of die misschien een slechte Outlook hadden. Werden ook hard afgestraft, maar over het brede dingen viel het eigenlijk al mee. Hadden we misschien ooit juist wel slechter verwacht. Dus dat heeft natuurlijk ook ermee te maken dat het goed gaat met hoe beleggers eigenlijk naar de beurs kijken, naar de markt kijken. En dan is natuurlijk de vraag: van, ja, hebben we nu dan de dip gehad? Dat zou je kunnen denken. In ieder geval op de korte termijn lijkt het er wel op. Pak bijvoorbeeld even de AIX-index erbij. Dan zien we hier de coronadip. Behoorlijk herstel, toen de hoogtepunt, een beetje in november, zoals ik zei, afgelopen jaar. En ook hier zien we. We zagen het sentiment op de dingen in mei ergens dieptepunt bereiken. Maar in ieder geval, wat betreft de Ajax, was dat halverwege juni. En sinds die tijd alweer een behoorlijk herstel van de Ajax van inmiddels zo'n 15%. Dus daar gaat het goed. Een beetje hetzelfde idee krijgen als we naar de SP 500 kijken in Amerika. Ook hier zat het eigenlijk juni het dieptepunt bereikt. En ook sinds die tijd ongeveer zo'n 17%. Dus als je zo gaat kijken, ziet het er heel positief uit. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het ook nu vanaf nu weer blijft stijgen. Ik denk dat het zeker nog af en toe omlaag gaat, want het is zeker nog niet alleen maar goed nieuws. Dat zien we ook heel duidelijk bij Michael Burry bijvoorbeeld. Gisteren werd bekend dat hij juist heel veel posities heeft gesloten, omdat hij juist heel negatief kijkt. Ik heb het ook al eerder in een video behandeld. Hij tweet regelmatig. En hij zegt ook, ook in tijden van vorige crisissen, dat de beurs uiteindelijk. 80% onderuit ging. Ging dat niet in één lijn naar beneden? Af en toe ging het omhoog. Hadden we even herstel. ...keek iedereen weer ja, heel positiever naar... ...werd het gewoon gevolgd door de volgende daling... ...dus hij is nog wel iemand die ook denkt... ...dat dit zeker niet de bodem is geweest... ...maar laat ook vooral weten wat jij denkt... ...hoe jij daarmee omgaat... ...en doe dat in de reacties onder deze video... ...want punten die we blijven tegenkomen... ...blijft gewoon die inflatie, blijft die rente... ...en de inflatie in Europa is nog wat hoger... ...in Engeland werd die wederom het hoogste niveau bereikt... ...in Amerika leek die een beetje af te nemen... ...maar ja, dat is natuurlijk een andere situatie omdat zij geen Russisch gas hebben bijvoorbeeld dus wij in Europa worden daar juist heel hard door getroffen heeft veel impact op onze inflatie. Daar heeft Amerika minder last van, dus dat kan ook een verklaring geven tussen waarom bepaalde beurzen het misschien beter doen of anders dan naar kijken. Maar inflatie blijft ook nog steeds een belangrijk punt zoals ik eerder ook zei en dat zien we eigenlijk ook trouwens in een ander heel belangrijk nieuwsbericht van vandaag. Daar zien we namelijk dat de DNB, de Nederlandse bank waarschuwt het kabinet, wees terughoudend met koopkrachtreparaties. De laatste tijd zien we um, ja, dat er heel veel wordt opgeroepen... dat het kabinet, dat de regering moet ingrijpen... huishoudens moet helpen, juist vanwege die inflatie. En um, dat lezen we hier ook. Het kabinet staat onder grote druk om iets te doen... aan de torenhoge inflatie en hoge energierekeningen... en zint op maatregelen om de stijgende prijzen te compenseren... en de koopkracht te redden. Nou, de DNB waarschuwt dat ervoor dat ze dat niet per se op die manier moeten doen... Uh, in het NRC pleit DNB-directeur Olaf Slijpen voor terughoudendheid bij het compenseren van bedrijven en huishoudens voor de gestegen prijzen. Klinkt misschien niet heel logisch. Natuurlijk zou je huishoudens willen, uh, willen helpen in deze situaties. Maar hij geeft denk ik wel een heel, goed, ja, heel goede redenatie waarom we dat niet in ieder geval op deze manier moeten doen. We lezen dan ook dat de oorzaak van de hoge inflatie ligt niet in de vraag, maar juist in het aanbod want er is schaarste en tekort aan producten en energie. Met financiële steun wordt de schaarste niet verholpen... maar stimuleert het juist wel de vraag en wakkert zo de prijzen juist aan. Dat is denk ik heel goed wat hij hier zegt en is eigenlijk ook heel logisch. Um, heel veel problemen die we nu hebben, die prijzen zijn gestegen. Um, ja, de vraag is er altijd al geweest, is misschien zelfs wel een grotere vraag... omdat het wordt ingehaald van de laatste tijd... Maar juist door heel veel problemen, lockdowns nog steeds in China, zorgt dat gewoon voor dat we niet het aanbod hebben om aan die vraag te voldoen. Als we dan eigenlijk uh, consumenten gaan helpen, eigenlijk geld gaan geven, gaat dat ervoor zorgen dat de vraag juist toeneemt? Wordt het probleem alleen maar groter? Zullen juist prijzen waarschijnlijk eerder stijgen omdat er toch nog genoeg vraag is? Om nog steeds dat aanbod te hebben. Dus ik denk dat zeker hier een goed punt wordt gemaakt. Hij zegt natuurlijk wel dat er geholpen moet worden, maar dus niet op deze manier. Dan zien we ook heel vaak in het nieuwsbericht uh, in het nieuws voorbij komen dat dan het idee is dat. en dat heeft zelfs het kabinet opgeroepen, om bedrijven op te roepen om juist de lonen te verhogen. En hij zegt hier ook het idee om werkgevers te vragen om de lonen van werknemers te verhogen, om de stijgende inflatie bij te benen. Dat doet de wenkbrauwen van DNV fronsen. Het dient wel een passende loonstijging te zijn. We zijn niet gebaat bij het onverkort doorwerken uh, van de inflatie naar de lonen. En wat hij hier eigenlijk zegt op een heel uitgebreide, moeilijke manier misschien, is wat ze noemen de loonprijsspiraal. Wat hij eigenlijk hier zegt is, we kunnen nu wel bijvoorbeeld uh, lonen met 10% gaan verhogen, omdat de inflatie hoog is. Maar de inflatie is waarschijnlijk een tijdelijk iets. Dat zal straks alweer gaan herstellen. Zeker na zoveel kwartalen, maanden is het automatisch hersteld. Um, omdat het altijd gaat kijken naar diezelfde periode een jaar eerder. In ieder geval als we nu dan lonen ook gaan verhogen met de inflatie. Dus zeg maar 10% erbij. Dat klinkt heel positief. Krijg je in één keer 10% meer salaris. Maar dat zorgt er ook voor dat natuurlijk de vraag toeneemt. Uh, mensen hebben meer te besteden, dan gaan automatisch ook producten duurder worden omdat mensen meer te besteden hebben. Maar ook omdat de kosten van bedrijven toenemen, duurder personeel zorgt ook gewoon voor duurdere eindproducten. Dus daar los je het probleem niet mee op, wat je er eigenlijk juist mee doet. Is dat je de inflatie die nu is, die nu waarschijnlijk tijdelijk is. Hij duurt al een tijdje, maar het is niet iets wat jaren duurt. Maar als je dat gaat verwerken in de lonen, ga je eigenlijk die inflatie wel vastzetten. En dan ja, staat het vast. Lonen gaan je niet meer verlagen de komende tijd. En dat is juist waar ze voor gaan waarschuwen. Dus je ziet dat er op heel veel dingen nog heel veel speelt in de economie. Op de beurs gaat het goed in de economie. In het algemeen gaat het goed, maar er blijven belangrijke onderwerpen. De inflatie is daar één van en die zal ook zeker nog impact hebben op de beurs de komende tijd. Dus ik denk dat het beste is om gewoon normaal te doen, te denken aan je lange termijn plan, je eigen huidige situatie goed in de gaten te houden, maar ook gewoon je aan je plan te houden wat betreft je beleggingen. We zagen al dat het sentiment onder beleggers wat beter wordt. Ik had ook al aangegeven dat het misschien al een beetje aan het doorslaan is en dat zagen we ook in een e-mail van de Giro vandaag. Als we daar gaan kijken naar de meest verhandelde aandelen van deze maand, de eerste twee weken van deze maand, zien we daar al eigenlijk weer hype-aandelen of meme-aandelen terugkomen, zoals Bed, Bad, Bad and Beyond. En AMC staan in de top drie van zowel de aankopen als verkopen. Dus je ziet dat er alweer ja, eigenlijk een beetje gespeculeerd wordt, gespeeld wordt eigenlijk op de beurs. Dus dat geeft er wel een, weer een beetje aan hoe positief mensen dat in één keer nu gaan zien, of tenminste in ieder geval een gedeelte van de beleggers, hoe zij weer kijken naar de beurs. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dat niet moeten vergeten. Natuurlijk, het gaat beter op de beurs. Maar het wil nog niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost in de economie. En dat is denk ik ook heel belangrijk om in de gaten te blijven houden. Maar hoe het dan eigenlijk ook gaat in de economie. Of het nou goed gaat of minder goed. Ik heb juist een plan om te beleggen voor de lange termijn. Dus ook deze maand ga ik opnieuw 250 euro investeren. En ik doe dat dus via de Giro. Wil jij beginnen met beleggen? Ben je op zoek naar een goede broker? Kijk dan naar de Giro of naar Bucks. Maak gebruik van mijn link onder de video. Op die manier ontvang ik een kleine vergoeding zonder dat het jou iets kost, en kan jij gebruik maken van de acties die ze hebben van nieuwe klanten via mijn link. En dan komen we aan bij het gedeelte om wederom aandelen te gaan kopen. Ik heb straks al alle posities besproken, en ik heb toen ook al gezegd eigenlijk in alle posities heb ik nog wel vertrouwen voor de lange termijn. Um, sommige zijn natuurlijk een beetje als een gokje geweest. Dat is bijvoorbeeld Coinbase geweest, maar ook bijvoorbeeld de ETF met digital assets. Uh, nu is dat niet de periode. Um, ik weet nog niet precies of ik ze binnenkort al ga verkopen of juist niet. Twijfel ik nog een beetje over om daar mijn verlies te nemen of gewoon te wachten tot ook weer wat betreft crypto het veel positiever gaat. En dan zou dit soort dingen bijvoorbeeld hard kunnen stijgen in prijs. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen ergens vertrouwen in hebben op de lange termijn in deze aandelen of het ook op dit moment interessant vinden om te kopen. En bij heel veel van deze aandelen vind ik het op dit moment... Niet per se interessant om nu dus bij te kopen tegen de huidige koersen. Waar ik dat wel vind, is het eerste aandeel. Dat is Alibaba. Alibaba heeft uh, bij de laatste kwartaalcijfers eigenlijk, werden best wel goed ontvangen, ook al waren het niet per se de beste cijfers. Wat we vooral zagen daar, is dat de groei er een beetje uit was. Heeft natuurlijk ook wel te maken met de lockdowns in China en gewoon een heel slecht jaar um, ja, voor Alibaba, voor het aandeel, voor het bedrijf. De uh, lockdowns zoals gezegd in China. Uh, inflatie. We hebben beleid van China natuurlijk wat meespeelt. Maar wat we tegelijkertijd wel zagen is dat de marges weer een beetje aan het verbeteren zijn. Dus uh, misschien hebben we niet meer de groeiende omzet op dit moment. Kan natuurlijk wel weer komen als het wel weer beter gaat in het land. Als alles weer open gaat bijvoorbeeld. Um, maar de marges verbeteren. Dus dat ziet er op zich wel positief uit. En ik denk nog zeker dat het nog steeds een interessant aandeel is. Interessant gewaardeerd is ook voor de langere termijn. En het tweede aandeel dat ik deze week, uh, deze dag, vandaag deze video, in ieder geval bij wil gaan kopen. Positie uit wil gaan breiden. Is het tweede aandeel ook in dit lijstje. Applied Materials. Uh, we zien hier dat ik een klein beetje in, het, in de plus sta. Maar in ieder geval, um, we zetten dus rond diezelfde koers als toen ik het aandeel eerder had geanalyseerd. Ik denk nog steeds dat het heel interessant is, dus ook nog steeds bij deze koers er is eigenlijk weinig veranderd voor het bedrijf. Misschien wel een beetje op de korte termijn de hele sector. Bijvoorbeeld Micron geeft ook aan dat op de korte termijn misschien wel wat minder vraag zal zijn naar chips of opslag of dat soort dingen. Dus dat is de korte termijn zal ook Applied Materials last van hebben, zal ook last van leveringsproblemen bijvoorbeeld. Maar op de lange termijn zie ik nog wel steeds heel veel potentie in dit bedrijf in de hele sector. Dus dat vind ik nog wel steeds genoeg. Um, ja, genoeg potentie hebben om erin te investeren. En ook bij de huidige koers vind ik het dus nog interessant om daarin te investeren. En na de aankopen ziet dat er als volgt uit. Van beide posities had ik vijf aandelen, heb ik nu zes aandelen. Dus um, ja, allebei eentje uitgebreid. Nu nog ongeveer 55 euro aan vrije ruimte. Dus dat ga ik weer volgende maand gebruiken bij de volgende video in deze serie. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. En laat ook zeker je feedback, je tips of suggesties achter in de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.